De naam Universe komt een beetje van mijn vroegere interesse in alles wat te maken had met de ruimte. En ook de muziek waar ik nog altijd naar luisterde en toen naar luisterde, was zo sferisch. Dus het kwam eigenlijk gewoon overeen met elkaar. En, producers zoals Clamps Casino of Lapalux, Flying Lotus. Alles in de trend van experimentele beats, eigenlijk een beetje. Stoppen met muziek maken of mijn lief dumpen is sowieso mijn lief dumpen. Sorry, Dana. Ik denk dat het vrije denken gewoon geïntegreerd zit in mijn muziek, omdat ik gewoon geen genres heb. Allee, dat vind ik toch altijd. Mijn muziek heeft geen genre, daar zit wel van alles in. Dus dat past gewoon perfect bij het vrije denken. Denk ik. De grootste reden waarom we gestart zijn met muziek, denk ik, is omdat we zelf enorm gepassioneerd zijn door muziek. En dat is ergens ook een vlucht. Muziek spelen en naar luisteren. Ergens een ontsnappen aan de realiteit. Onze bijnaam is Win. We zochten een korte, krachtige naam. En we zijn gewoon beginnen googlen op internet en zo zijn we bij een jongensnaam Win terechtgekomen. Dat klonk goed, dat zag er goed uit en daarom Win. Het valnummer dat we heel cool vinden is Trololo. Moet je dat zeggen? Blocked my mind, blocked my soul. We don't dare. Wel, ik heb mijzelf ingeschreven omdat mijn muziek gaat eigenlijk helemaal over freedom of mind. Dus zowel vrij zijn, proberen vrij te zijn in uw eigen denken, in uw gevoelens. Where do we learn how to live? They learn us. There is just one thing I need, and I don't care about the present. Lock my soul. We're still slaves, but Zemini is mijn biologische naam en ik heb dat afgekort naar Zem. Stoppen met muziek of uw lief dumpen? Zeg, zo'n moeilijke vraag. Sex on the beach. Bah, si j'ai choisi en fait le nom d'Antinomie, c'est vraiment pas par hasard. C'est quelque chose que j'avais envie de réfléchir. Et je me suis demandé ce que j'aimais, qui pourrait exprimer en fait un champ d'expression qui m'attire, c'est les opposés en fait. Alors en fait, l'univers musical, il est un peu... le style pour le déterminer, ce serait plutôt un genre, on dit sadcore ou cinématique. Sadcore, c'est un peu mélancolique comme ça. Et c'est pas un choix en fait, hein, c'est sorti tout seul, c'est venu comme ça. Mais j'aime bien en fait, c'est un esprit un peu planant, doux comme ça, on peut se poser. Et, j'aime, voilà, ça me parle, c'est comme ça. Ce qui reste là. Donc la thématique Freedom of Mind, ça me parle beaucoup parce que dans ce que j'écris, dans les paroles, souvent moi ma volonté en fait c'est de provoquer de l'autodétermination chez les personnes. Voor mij persoonlijk meer singer-songwriters of alternatieve muziek. Ik denk dan aan Jeff Buckley of Patrick Watson, of, maar ook elektronica, heel veel elektronica. Dat is misschien onze gemeenschappelijke factor. Zo. Ons grote Belgische idool is de Stuff natuurlijk. Ik denk dat wij minder groovy zijn dan en misschien meer laagjes atmosfeer of zo.
favoriet fout liedje voor mij is Ghostbusters. Ik kan daar niet aan doen. Is there something wrong in the neighborhood? Who are you gonna call? Ghostbusters. Mijn lief speelt ook muziek, dus die laatste optie dat gaat het ook niet zijn. Gewoon blijven muziek maken. You hunt me. You cross me. Reba Malin is een samenvoegsel. Malin is een Zweedse meisjesnaam die ik heel mooi vind. Die heeft heel veel verschillende diepgaande betekenissen. Reba. Dat is voor mij meer iets persoonlijks. Ik heb zojuist 6 jaar in Canada gewoond. Ik kende daar ook een Reba. Dat zijn heel veel herinneringen van mij. En ik vond dat ongelooflijk mooi samenklinken. Slowly cold feet, distance growing, memories stolen as forgetting. Dieper soul, zware stemmen, daardoor ben ik meteen geraakt. En niemand zegt laat dat, niemand zegt kom hier, doe gewoon wat ik graag wil. Ja, zoiets. The wheels keep turning, all that really matters is the money you'll be earning, the things you own. The things you've achieved. Eigenlijk vrijheid in de algemene zin. Dus niet alleen vrijheid van denken, maar ook de vraag naar hoe kan een individu zichzelf bevrijden? Hoe kan die een vrijer mens worden? Hoe kan die authentiek, op een authentieke manier in de wereld staan? Dat is wel een vraag die, of een thema dat in bepaalde nummers wel terugkeert. Don't wanna be a machine. Mijn favoriete foute nummer, en ik zou zeggen Japanese Boy door, ik ben de naam vergeten, maar het is een nummer dat op GTA Vice City staat. He's my Japanese boy. And it's consuming me. Ja, Sex on the Beach dan toch, denk ik. Kind van de Duivel. Ik denk dat de hemel wat saai is. Ik denk dat het wat verveeld is, ik denk dat de duivel wat meer rock and roll is. Ik maak muziek omdat het de enige manier is waarop ik mij goed kan uitdrukken. Ik kan natuurlijk praten met vrienden zoals iedereen, maar voor mij is dat een manier om dat klein beetje extra te geven en dat klein beetje extra aan mijn leven te geven eigenlijk. Zodat ik ook kan uitdrukken wie dat ik ben, buiten gewoon een keer zeggen van het gaat goed met mij of het gaat niet goed met mij. C'est qui à l'appareil? Allô, allô, je n'entends que ta voix, es-tu si beau? High All The Time of Sex On The Beach. Ik kies voor Sex On The Beach. Gewoon een goede titel en ik denk een goede sfeer daar. Ja.